Vanuit Device as a Service, uiteraard, de Konnekom is een IT-dienstenbedrijf. Dus dit is meer getarget op IT, maar in principe kan je dat eigenlijk transponeren op elk soort van dienst. We hebben dus die drie gradaties toegepast in drie oplossingen. De eerste oplossing is eigenlijk de basics. Hier gaat het eigenlijk over het hardware, het toestel zelf, iets wat je in je handen kan nemen, waar dat wij zorgen voor de financiering en ook de selectie maken van de hardware. Dus wij zullen dan onderhandelen bij de vendor en zorgen dat er de juiste hardware geselecteerd wordt. Uiteraard, advies zit altijd in elk van onze oplossingen mee in. Een stap verder spreken we hier over EcoSwap. Hierbij gaan aan die hardware een aantal diensten gekoppeld worden. Dus niet enkel gaan de toestellen besteld worden. Wij zullen voor de provisioning zorgen. Ze zullen ook geleverd worden. Dat betekent dat het toestel klaar geleverd wordt bij de gebruiker. Indien dat er problemen zijn, gaan we met de vendoren contact opnemen om een break en fix te doen of een toestel te vervangen. En we zullen ook bepaalde stocks van die toestellen beheren om ervoor te zorgen eigenlijk dat die dienstverlening door kan gaan. De derde flavor, en dan gaan we echt naar de full service, zoals ook ik en Hilde het eerder hebben aangegeven, waar dan ook de ganse suite van diensten rond gaan leveren. Voor IT betreft het hier uiteraard ook het aanmaken van een image te doen van je toestel, dus het operatingssysteem van je toestel. Er is ook support bij, niet enkel op de hardware en niet enkel op defecten aan het toestel, maar ook bij het gebruik van het toestel zelf. Onderhoud van de software die erbij opdraait. En ook niet onbelangrijk is ook die toestellen remarketen en recyclen. De link terugmaken rond de economie en wat dat Mieke net uitgelegd heeft in de laatste slides, is ook voor zorgen dat er via broker is dat die toestellen niet zomaar na gebruik op een hoop gegooid worden of in een boot naar verre continenten gevaren worden, maar dat die effectief herbruikt worden en opnieuw in de markt kunnen komen via deze cyclus. Dat is eigenlijk zo'n beetje de manier waarop Konnekom die drie gradaties heeft toegepast. Als we kijken naar de verschillende toepassingsgebieden, dus de meest eenvoudige vorm, adviesverlening rond een device, al dan niet in co-creatie, want daar willen we toch ook duidelijk over zijn. Konnekom heeft eigenlijk al die building blocks tussen aanhalingstekens in huis. Maar het is ook zo dat wij in co-creatiemodellen samenwerken. Als we het voorbeeld geven van VVSG bijvoorbeeld, tapijt as a service. Wij zijn geen tapijtproducent, wij hebben wel gezorgd voor de financiering om tot een as a service device as a service model te kunnen komen. Daar waar wij meer en meer ook de vraag zien groeien, zijn bijvoorbeeld cafetariaplannen, waar ook meer en meer aankoop gecombineerd wordt met dienstverlening, maar ook gecombineerd wordt met financieringsoplossingen. Als we kijken, en dat zijn zaken die al zeer lang bestaan, we zien device as a service zeker ook ontwikkelen in de publieke sector. Ook zeker in het kader van openbare aanbestedingen zien we een groeiende vraag met heel veel verschillende flavors. Knokke Heijs bijvoorbeeld past dat al zeer lang toe voor het park van PC's. Want Knokke, dat covert de gemeente, covert natuurlijk ook scholen. Het is niet alleen het gemeentepersoneel en such, maar ook de scholen vallen onder die bevoegdheid. Van Dievel bijvoorbeeld in de transportsector past dit reeds zeer lang toe voor de boordcomputers. Digital signage is ook iets waar we bijvoorbeeld vanuit Schiphol in samen met onze collega's van BIS, die gespecialiseerd zijn in meeting rooms, in digital signage, die as a service oplossingen, toch sterk zien groeien. Een recente toepassing daarvan is Schiphol, waar de digital signage devices ook gefinancierd zijn, dus daar ook device as a service hebben toegepast.